Yo mis, Jaraski hier en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie Road to Life 25 mobs. In deze serie probeer ik natuurlijk in zo min mogelijk potjes 25 mobs te droppen. De tussenstand op dit moment is 28 games gespeeld, 13 mobs gedropt. Dus we moeten nog steeds 12 mobs natuurlijk halen om de 25 te halen, om de serie te voltooien. Dus we gaan in dit potje weer proberen de mob te droppen. We gaan spelen met de ACR gewoon omdat dat het chillste wapen is. En omdat iedereen natuurlijk dat wapen gebruikt. En we gaan kijken wat we kunnen gaan verrichten, man. Als je deze serie leuk vindt, geef me alsjeblieft een duimpje omhoog. Help me natuurlijk de enorm. 1000 likes is over 2 dagen natuurlijk meteen weer een nieuwe aflevering. En we gaan gewoon kijken of we hem op kunnen droppen. We zitten zo te zien maar in een team van 3 man. Oh, de anderen zijn er al bij. 5 man nu. Let's go. En we moeten gewoon erop afrennen. En we moeten gewoon lekker risico proberen te nemen. Maar we moeten natuurlijk niet zorgen dat we de vlag oppakken of dat een teammate met de vlag loopt. Want dat was het probleem in de vorige aflevering. Dat mijn teammate de hele tijd die vlag in zijn handen had. En daardoor gaat het potje natuurlijk te snel. Daardoor kan ik niet chill kills maken. Want dan gaat het potje natuurlijk gewoon heel simpel gezegd sneller voorbij. Dus die vlag die moet gewoon blijven liggen waar die ligt. Als dat het geval is, dan is het uber chill. Als dat niet het geval is, dan moeten we gaan opletten. Zo makkelijk is het. Dus we gaan kijken wat we hier kunnen gaan doen, man. Twee man. Eén van is down, die andere zit er ook nog. Ben jij pussy of niet? Hij is pussy, hij is weggelopen. Oké, dan ren ik ook weg, want ik ben ook een pussy namelijk, want ik wil de mohawk. Dus we zijn gewoon samen een pussy enemy. Oeh, mooie triple kill, teammate. Kom maar naar buiten, jongens. Er staan er 2 daar. 1 en er staat er nog 1. 2. En heb jij die andere? Nice. Ik blijf er even zitten, want kijk, mijn teammate die loopt daar gewoon naar binnen. Maar het probleem is, de spawns die gaan nu flippen, dus ze spawnen allemaal daar. Daarom bleef ik hier staan. Dat is zo handig als je spawn systeem weet. En dat is ook zo slim gewoon om het spawnsysteem even uit je kop te leren. En je kan het spawnsysteem niet gewoon opzoeken op Google hoor. De mensen denken misschien, ik ken het spawnsysteem niet Jan, moet ik het opzoeken op Google ofzo? En nee jongens, want dat gaat niet werken. Je moet gewoon spelen. En dan moet je zorgen dat je op je minimap blijft kijken en dan denken van, oké, nu spannen ze daar als mijn teamgenoten hier staan. En op het moment dat je dat heel vaak doet en heel goed daarop blijft letten, dan weet je na een tijdje, oh ja, nu gaan ze daar spannen. En dan wordt het gewoon een automatisme. En dan hoef je natuurlijk eigenlijk al niet meer op te letten. Omdat je gewoon uit je kop weet dat ze daar en daar spannen. Dus dat is heel erg slim om daar gewoon een tijdje goed op te letten. En als je het eenmaal weet, dan hoef je niet meer op te letten, want dan gaat het gewoon automatisch. En dat is precies hetzelfde met mij. Ik weet niet automatisch waar ze ongeveer gaan spannen. En het ligt er ook gewoon aan waar je teammates lopen, waar jij loopt natuurlijk. En daaraan kan je zien waar ze gaan spannen. En als je dat eenmaal onder de knie hebt, dan wordt Call of Duty een stuk leuker en een stuk makkelijker. Doordat je niet in één keer in je rug wordt gepakt, doordat er in één keer een enemy naast je staat. Want dat wil niemand natuurlijk hebben, want er zijn echt altijd poepdeads. Als je in één keer gebackriept, wordt er iemand die je over het hoofd hebt gezien. Links! Links! Ik zei het nog, links. Ik zeg het niet voor niets, vriend. Oké, let's go. We moeten even doorgaan rennen, want de spans zijn nu helemaal geflipt. Ze spannen nu in het vliegtuig. Dus dat houdt in dat ze hier naartoe komen. Ja, dat bedoel ik. En dat bedoel ik, spansysteem. Het is zo belangrijk, man. En nu moet ik gaan opletten, want ze kunnen nu ook namelijk ook achter me spannen. Want mijn teammates staan in het vliegtuig. En nu is het dus een kwestie van geluk hebben dat ze niet naast me spannen. Want nu kunnen ze namelijk op 2 plekken spannen. Dus dit is niet zo chill. Ik sta nu helemaal in mijn eentje. Geen enkele teammate bij me in de buurt. En kijk, mijn teammates spannen naast me. Dat houdt in dat er geen enemies zitten. Kijk maar, mijn teammates spannen bij me. Goed onthoud dingetje. Als je teammates bij je spannen, kan er geen enemy meer bij je spannen. Dus dat soort dingen moet je allemaal, dat moet je gewoon allemaal kunnen onthouden, man. En dit moet je ook onthouden. Oh shit, wat een geluk. Hij gaat omlopen, hij gaat naar buiten. Kom je naar buiten, jongen? Hij komt gewoon weer terug, hè, wat een dildo. Hij had gewoon even moeten blijven wachten, maar ja, dat deed hij niet. Maar niet mijn probleem natuurlijk. En ze spannen nu, oh shit. Ze spannen nu daar. Ze komen hier ook naar me toe lopen als het goed is. Uh-oh. Er staat er een naast me, joh. Wacht heel even, want er stond er een naast me. Ik weet niet waar hij nu naartoe is gegaan, maar dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Die sniper moet in de gaten houden, want hij is redelijk goed in quickscope volgens mij, die gozer. En 1 quickscope in je kont en je bent dood, dat weet iedereen. Dus dat soort mensen met die snipers moet je goed in de gaten houden, want die wil niet in één keer dat die mensen naast je staan namelijk. Hij probeert met een trickshot. Nee. Wow! Holy fucking schijt. Nee. Granaat. Oh my god, ik word hier helemaal omsingeld door granaat. Er allemaal troep. Helikopter zit om mij te schieten terwijl ik bij hem hoor. Ik zit hier trapped. Ik kan even nergens heen. Wacht even hoor, jongens. Heel even wachten als je het niet erg vindt. Die vent, dat is een Yara, jongen. En hij heeft nog Final Stand ook. Niet Final Stand gebruiken, Yara, als je deze video kijkt. Final Stand is niet leuk. Gebruik Juice of zo. Dat is veel cooler. Final Stand is niet leuk, namelijk. Hij wil alleen maar mij pakken. Zie je, die vent komt de hele tijd achter mij. En het is een Yara en hij kent me. En daardoor wil hij de hele tijd mij killen. Maar dat gaat hem mooi niet lukken, jongen. Als hij me killt, dan word ik boos. Kut zo, ik heb geen ammo meer, joh. Ik heb helemaal een kaart lopen sprayen.
Waardoor ik nu geen ammo meer heb. En ze zitten nog steeds in dat vliegtuig. Daarom blijf ik hier expres zitten. Oh ja, ik heb iemand getagd. Ik heb bijna de mol, man. Ik wil die mol ophalen nu ook. Alleen het probleem is, al die enemies zitten in het vliegtuig. En je kan er doorheen schieten. Maar dan moet je natuurlijk wel net raak schieten op de persoon die daar ergens ligt in dat vliegtuig. Ze vallen allemaal bij de aanvlag. Kom maar. Even hier blijven zitten hoor. Ja, ik heb hem. Dankjewel. Ik wist dat ik hem bijna had. Dus daarna eventjes rustig aanspelen natuurlijk. Want je wil niet doodgaan op het moment dat ik op een 23 streak zit. Want dat is niet zo heel erg chill. Oh, ik heb geen ammo meer in dit wapen. Ik dacht ik switch van wapen. Ik zal wel scavenger hebben opgepakt. Maar dat was dus helemaal niet zo. Maar weer hem opgedropt, man. Hè? Het was even een beetje intensief. Ik was bijna dood op heel veel verschillende soorten momenten. Maar we hebben hem gehaald en daar gaat het natuurlijk om. En we hebben gewoon iets rustig gespeeld. Op het moment dat ik dacht van holy shit, ze weten allemaal waar ik sta. Ze komen allemaal naar me toe. Op dat moment ging ik gewoon iets rustiger spelen. Gewoon even goed opletten natuurlijk. En dan rustig de mol ophalen. Niet denken van, ik moet de mol ophalen in 3 minuten. Want anders is het niet cool. Nee, rustiger spelen dan. Als je denkt dat je doodgaat. Als je denkt dat er te veel enemies naast staan. Rustiger spelen. En dan gewoon op een langzame manier. Dat maakt helemaal niks uit. De mol ophalen. Dat heb ik nu precies laten zien. En ik heb natuurlijk de spawnsteam nog eens laten zien. En ik heb nog eens de final kill met de triple kill met mijn mol op. Dus bedankt voor het kijken mensen naar deze aflevering. Mol op is binnen de tussenstand. Op dit moment is 29 pokes gespeeld. En in totaal 14 mol ops gehaald. Zo, voice crap. 29 games gespeeld, 14 mol ops gehaald als ik het goed heb. Dus bedankt voor het kijken mensen. Vorige aflevering staat nog in de beschrijving. En tot de volgende keer weer. Bye bye mensen.